7-1 tegen Zulte Waregem. Moeilijke wedstrijd. Ja, tegen een sterke tegenstander die duidelijk op alle vlakken al verder staat dan ons. Maar ja, wij zijn ook nog in volle opbouw. Dus ja, beter dat het nu voorvalt dan in de competitie. Dus we hebben nog een aantal weken om, ja, om verder te bouwen. En om een goede ploeg, competitieve ploeg neer te zetten. Iets te makkelijke tegendoelpunten misschien wel? Ja, ik denk een aantal vermijdbare tegendoelpunten. Ja, ik denk dat we tegen zo'n sterke tegenstander echt moeten hameren op een goede organisatie. En gewoon in het begin ja, die tegengolen vermijden. Ik denk dat dat het belangrijkste is tegen zo'n tegenstander. Het is wellicht nog te vroeg voor een eerste balans? Ja, ik zeg het, we zijn nog volop aan onze conditie aan het werken. Ook ja, tactisch moeten we nog heel veel progressie maken. We hebben ook nog tijd. En we hebben ook al tegen sterke tegenstanders gespeeld die dat misschien iets te vroeg kwam in de voorbereiding. Dus op zich geen reden tot paniek. En ja, we hebben nog werk voor de boeg. Maar dat is ook de bedoeling van een voorbereiding, denk ik. Goed, op Harelbeke vorige wedstrijd, voor het eerst sinds heel lang nog eens samen met Martijn. Ja, dat is altijd leuk. We hebben mooie jaren beleefd samen in Beerschot. En nu in de herfst van onze carrière nog eens samen spelen, dat is wel leuk. Maar oké, dat is een bijkomstigheid voor ons. Ik denk dat het belangrijkste is dat we presteren op het veld, elk individueel. Dat we dan samen spelen of niet, dat maakt dan op zich geen verschil. Vandaag Zulte Waregem, vrijdag Oostende. Ja, weer een sterke tegenstander. Het ploegen uit de top 6 van 1A. Dus op zich een goede test en hopelijk kunnen we wat progressie maken op dat vlak. Ik zeg het, we zijn in volle opbouw. We moeten tactisch nog heel veel werken om zo'n tegenstander op een goede manier, op een efficiënte manier op te vangen. En dan op de gepaste momenten eruit te komen. Daar hebben we wel nog wat werk aan, maar ja, we spelen tegen heel sterke tegenstanders op dit moment. Dus ja, op zich geen reden tot paniek. En ja, een goede organisatie neerzetten tegen Oostende, ik denk dat dat nu een van de betrachtingen is. Dankjewel.